dat is een verzamelnaam van een aantal projecten die wij bij NAC hebben. Waar wij als NAC onze maatschappelijke betrokkenheid tonen. Het is een samenwerkingsverband tussen het ROC, NAC, Vertisontaal, gemeente. En zo proberen wij op allerlei manieren jongeren een opleiding te verzorgen. Mensen aan een baan te helpen via onze sponsors. En mensen ook scholing te geven. En dat doen we door het ter beschikking stellen van deze ruimte. En het begeleiden van jongeren daarin. Oké, want we staan hier in een klaslokaal. Wat gebeurt hier dan bijvoorbeeld? Hier gebeurt normaliter door de week is het ITOM-project, individuele training op maat. Dat door mensen van het NOVA-college wordt gegeven, onderdeel van het ROC, aan jongeren die moeite hebben om een baan te vinden. En die krijgen dus training gericht op hun vakgebied. Het project bestaat geloof ik uit 5 onderdelen. Welke 5 zijn dat? Het eerste project ligt hierachter, dat is de keuken, dat is het horecaproject. Daar gaan we vanaf na de herfstvakantie gaan we daar mee naar Café Beatrix. Daarnaast hebben we de assistent stewards, die komen zo meteen hier binnenwandelen, want die krijgen hier een briefing voor de wedstrijd. We hebben het individuele training op maat traject waar ik net over had. We hebben niemand buitenspel. Dat is het project waarin we mensen die langdurig zonder baan zitten proberen aan werk te krijgen. En onze laatste en grootste project is Street League. We willen als NAC terug de wijk in. Dus sinds het nieuwe stadion zitten wij heel erg op de Radverlegstraat. En alles wat wij eigenlijk organiseren met NAC is in het stadion of rondom het stadion. En met dit project willen we eigenlijk echt terug de wijk in. Dus we doen nu 10 wijken doen er mee. Dus een aantal in Noord, in West en ook hier bijvoorbeeld in de Heuvel in Zuid. Hoe heb je de jongens hier gekregen? Nou, we hebben een oproep geplaatst voor dat jongens tussen de 12 en de 15 en ook meisjes zich in konden schrijven voor de Street League. En via Vertisontaal en Breda Actief hebben we in totaal alle teams bij elkaar gekregen. Hoeveel wedstrijden zijn er al gespeeld? We spelen 4 wedstrijden per week. Ging net goed. We spelen 4 wedstrijden per week. En we hebben vorige week de eerste 4 gehad en nu zijn de tweede 4, zeg maar. We spelen 10 weken in totaal, dus we spelen 40 wedstrijden in totaal en dan de finale dag op de Grote Markt. We hebben wel goed geoefend gewoon nog. Dat is de coach. Dat je. Ja. Dat schreeuwt wel hard, hè? Ja. Hebben ze nodig. Ja, ze moeten een beetje wakker worden nog. Hè? En wat kunnen ze winnen? Sowieso de eer natuurlijk, een straatvoetbalkampioen van Breda. En het winnende team krijgt ook allemaal seizoenkaart van NAC, dus er hangt zeker wel een prijs aan. Is teamplay een succes in jouw ogen? Als je ziet wat wij aan resultaten hebben gehaald de afgelopen 3 jaar, denk ik dat we een enorm succes zijn. Op alle projecten wordt goed tot redelijk goed gescoord. De aantrekkingskracht bij de jeugd is enorm. Allerlei instellingen willen aanhaken. Sponsors zijn enthousiast om mee te doen. Bedrijven waar ze mensen kunnen plaatsen. Dus ik denk dat het een succes is. Ik ben fietsen en auto's die niet goed staan, ben ik de mens van de auto en fietsen ga ik aanspreken om te zeggen dat ze hun fietsen gewoon in de fietsenstalling moeten zetten en hun auto gewoon goed moeten zetten. En wat anders? Met de auto's is het gewoon, als ze niet goed staan en er zit niemand in, kan ik er eigenlijk niks aan doen. Maar als de fietsen niet goed staan, worden ze weggetakeld en moeten ze €25 betalen om ze terug te krijgen. Wat moet jij doen vandaag? Hoofdtribune moet ik helpen. En wat moet je daar doen dan? Ik moet mensen via binnen doorsturen naar een speciale tribune. Maar dan mag je eigenlijk niks van de wedstrijd zien doen. Jawel, eigenlijk wel. Alleen mensen moeten mij aanspreken om er langs te mogen. En heb je wel eens rare situaties meegemaakt? Nee, ik heb nou 1 wedstrijd gedaan, dus dat viel wel mee. Dat is toch jouw uitstraling, denk ik, dat dat niet gebeurt? Nee, misschien wel, ja. Ik moet straks op de hoofdtribune staan. En als het een risicowedstrijd is, dan
sturen alle mensen naar binnen die mijn glas buiten komen. Want dat mag dan niet. Maar wat is een risicowedstrijd? Dat er dingen kunnen gebeuren. En dan mag je alleen met plastic naar buiten. Dan ben jij er dus eigenlijk voor de veiligheid? Ja, eigenlijk wel.